Kijk, dit is nou onze eerste zelfgemaakte fikkie. We hebben net even vakkundig met een bijltje drie mooie takken gemaakt. Mooi piramidetje. Dit is kapitein Houtsjouwer. Die heeft al aardig wat hout bij elkaar gesprokkeld. En nu gaan we daar wat lekker soep overheen gooien, denk ik, zomaar. Toch? Naast de auto. Daar ga ik onze teentjes bij opslaan. Dat wordt vast goed. Lukt het, Kev? Lukt het niet? Het pannetje niet echt recht? Dan was er één probleempje. Daaronder. Hier ook. Een tak eronder. Ja, maar we hebben hout genoeg. En we hadden twee mooie tools, maar we kwamen erachter dat het blikopener toch niet echt heel goed werkte, aangezien die tool maar 2,50 kostte. Dat wordt dus openpoeren, die blikken. Soep. Nee, mes. En Rens, heb je nog goed naar je zin? Ja, bereid me al voor op het vuur, hè? Hè? Bereid me al voor op het vuur. Ja. Rens, benoem ik nu al de professionele pyromaan. De meester van het vuur. Kijk, dat is wat. Zit hier midden in een heel boomrijk, bosrijk gebied. Even kijken of het zo beter ziet. Nightshot, ja, nightshot voel je het beter. Nee, dit ding hangt sowieso zo beter. Ja. Een mooie termietheuvel. Hij hangt de ene kant op. Ja, maakt niet zo uit, man. Zolang het er niet uitvalt, is het niet erg. Nee. Wordt die panel heet? Ja, een beetje. Ja. Ja, dat? Ja. Oké, nou, gooi erin. Alleen deze moet ik gooien. Moeten er drie blikken in dan? Ja. Als het zo scheef dan? Ja, beginnen we met twee. Dat is toch mooi. Onder een mooie hemel. Oh, vannacht kunnen we waarschijnlijk een sterrenhemel zien. En zie hier. Het kampvuur. Met Robert en onze soep. En dan volgt nu de test. Ga je testen? Nee, ja! Kijk, het past. Onze stoel. Het gaat gewoon lukken, deze survival tocht. We hebben bier. Dus komt het goed met bier. De soep wordt lekker. Gaan we steentje even erin zoeken. Ja, de echte survival tocht gaat beginnen. Het is nu dus een kwartiertje, 20 minuten later. Zoals je ziet.